Oké, let op, hè. We gaan dit doen. Zo. Woehoe! Jongere mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal GamesRun. En in deze video spelen we met een nieuwe WK skin die vandaag is uitgekomen. En zoals je ziet hebben we natuurlijk de mooie Nederlandse tenue aanstaan met mijn lievelingsnummer 2 achterop. Die had ik ook altijd toen ik zelf nog voetbalde. En ja, dus we gaan gewoon kijken of we dit potje kunnen winnen met natuurlijk dit een mooie nieuwe outfitje. En ja, het is gewoon ziek dat je je eigen land natuurlijk kan kiezen. Want Nederland is gewoon sick dat we, ja, dan weten mensen dat we natuurlijk door een Nederlander zijn gekild natuurlijk. Want wij zijn zo goed. Dus en een groene tech, give me that. En een blauwe pump. Doe maar duur, ik hoor iemand. Laten we niet maar even pushen. Hij zit hier, ergens. Dat scheelde niks. Damn, Daniel. Nederland voor je, woe! Nee, oké, okay, dat is, ja, sorry. Soms ben ik iets te hyper, dat is wel, dat zie je wel. Oké, okay, dat was niet, dat ging bijna fout, dus, oh my god, give it to me. Nice, we hebben wat heals, dat had ik wel even nodig, man, want we waren best wel weak geschoten door die guy. Dus, mooi, we hebben in ieder geval wat benches, dan hebben we weer 75 HP, zo meteen. En ik denk dat er nog wel wat meer mensen hier in Rietel zijn geland, want de bus ging er echt gewoon gelijk over. Dus dan is het meestal wel een drukke boel hier. Ik hoor daar wat schoten. Nou, even zien. Wat hebben we nog niet geloot? Dit hebben we allemaal wel gezien. Volgens mij zit hier nog een kistje. Nope. Dan gaan we maar gewoon naar die schoten toe, denk ik. Ik denk dat dat het slimste is op dit moment. Gewoon even dat we veel kills kunnen krijgen, hopelijk in Rietel. En dan we ook weer wat meer loot hebben natuurlijk. Want ja, we hebben 50 Scarco of AR bullets. Is niet immens veel. Ik hoor hier wel wat schoten, man. Er waren echt 3 mensen of zo hier. Oké, okay, het zit hier achter als het goed is. En niet hier binnen. Ja, hier zit. Oeh. What are you going to do, my dude? Wacht, we hebben deze dingen natuurlijk. Wat is hij aan het doen? Hij zit hier. Oh god, we hebben geen bouw. Nice, GG. Oh my god, ik moest daar heel even nadenken van, yo, hoe gaan we dit aanpakken? But we got him. Oké, okay, dat was, dit was wel even een dingetje hoor. Poeh, hey. Nou, hij had niet heel veel loot eigenlijk, gewoon qua AR-ammo. We hebben in ieder geval wel weer wat shotty-ammo volgens mij erbij. Wow, dit was een goede actie, man. Holy shit. Gewoon even natuurlijk een beetje beide kanten van die, ja, hij had zichzelf ingebouwd. Als je dat... Zeg maar, mijn tactiek is altijd, ga niet alleen op één plateau schieten of één muurtje wat hij heeft gebouwd. Maar ga bijvoorbeeld op het dakje schieten en de zijkant. Zodat hij twee kanten in de gaten moet houden. Dan schiet je snel kapot en dan pak je gewoon gelijk één kant waar hij dan niet weer iets nieuws kan neerzetten. Dus dat is, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik hoop dat je het snapt. Gewoon schiet op de verschillende kanten van zoals iemand zich heeft ingebouwd. Dat is echt slim, want dan... Ja, dan weet hij gewoon niet waar hij moet kijken of waar hij beschoten van gaat worden. Dus dat was een mooie actie, man. Dat was een mooie actie. Even jeuk aan mijn elleboog. Dat is altijd weer lekker nice in Fortnite. Oké, impulsnees, geef me dat maar. Ik moet eigenlijk iets van shield zien te fixen, man. Ik hoor hier nog een kistje. Gaan we die ook maar even meenemen. 2 kills, het is niet heel veel, maar sowieso... Ja, Rietro, het is niet echt meer de stad waar iedereen heen gaat, zeg maar. Dat is meer gewoon Tilted Towers of de plekjes waar nu de challenges zijn van de weekly challenges. Daar zit vooral nu druk. En Rietel is eigenlijk een beetje, ja, aan het verminderen. Er komt niet echt veel. En de bus ging gewoon recht overheen. Dus dat is wel jammer. Ik vind het wel altijd wel jammer. Want Rietel is gewoon, ja, is wel mijn lievelingsstad, denk ik. Waar ik wel altijd wel chill kan spelen. Waar ik gewoon wil landen. Oké, Tilted Towers is leuk als je echt goed, echt in een flow zit. Dat je echt heel ziek speelt in Fortnite. Dan is Tilted Towers echt heel chill om te landen. Gewoon dat je echt iedereen killt, maar ook dat je het overleeft. Maar ja, zit je niet zo lekker in de game, dan moet je niet naar Tilted gaan. Want ja, dat is gewoon knijtersdruk. Ja, we zitten ook niet ver van de safe zone. Dus ik ga nog heel eventjes wat looten. Oh, trap. Ja, nou, dat is al geloot, I guess. Ik weet niet, man. Maar volgens mij was dit legit heel retro, ouwe. We hebben maar 2 kills. Misschien komen we nog wel iemand tegen hier. Die wil niet doodgaan door het trap. Dat zou heel kut zijn. Ik weet ook niet of dit gebouw al geloot is. Ik zie hier wat ammo. Ik moet echt wat shield zien te fixen, man. Het liefste wil ik nu even een slurpje. Oeh, blauw tech. Geef me die maar. Oeh, kijk eens aan. 2 blauwe shotties. Dat is wel chill. Lekker, ouwe. Ik vind de tech altijd wel nice. Hangen we hier gewoon even een trap op. Ik weet maar nooit. Ik hoor hier nog een kist. Hopelijk kunnen we daar een slurpje... Kan je eigenlijk een slurp eruit... Ik weet niet eens of je die eruit kan krijgen. Maar wel wat minstjes. Kijk, dat wil ik hebben. Mooi.
De beurs laten we liggen, want de scar vind ik persoonlijk wat chiller. Dus ja, het zijn allebei paars. Dus ja, als het een legendary was geweest, had ik hem wel meegenomen. Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet... Oeh, daar is wel wat gebouwd, man. Zou daar nog iemand zitten? Oh ja, hier heb je trouwens nog appels, toch? Meestal is dit zo'n gebiedje waar appels liggen. Zit daar iemand? Het is wel gebouwd hier. Ik denk dat hij gewoon uit Rito-Roos is gegaan, aangezien hoe de trappen staan. Nou, dan gaan we ook maar die kant op. Gewoon naar de safe zone. Kijken of we daar iemand kunnen vinden. Ik denk dat daar wel wat mensen zitten. In Dusty Default. Of daar... Het is een beetje, oké. Daar is ook gebouwd, dus hij kan ook via hier richting die kant zijn gegaan. Maar daar is de safe. Ik ga gewoon naar Dusty. We zien wel of we iemand tegenkomen. Laten we deze boom even hakken. En dan gaan we gewoon vol naar Dusty. Kijken of we wat kills kunnen prikken. Want ja, we need some kills. We hebben er maar 2. Nog 31 man remain, dus dat is nog best wel gewoon, ja, een goed aantal, weet je. Het is niet dat de hele lobby al dood is gegaan. Dus dit is nog wel, we kunnen nog wel wat kills grinden hier. Nou, ik zie hier niemand echt. Ik hoor ook niks. Ik denk dat het een beetje richting Salty gaan ongeveer. We pakken even zo'n hoprock erbij. Ik hoor hier een kist. Laat die eens maar meenemen. Zo'n hoprock is altijd wel chill. Dan kan je gewoon even snel ergens heen springen. Oeh, 6 impulsnezers. Damn. Doe maar duw. Ik krijg wel iets steeds juk aan mijn arm. Weet ik niet waarom, maar het is niet zo fijn nu. Nice jongens. Gewoon 6 impulsnezers. Doe gewoon even zo. Anders kost het me weer allemaal bouwmateriaal. Hier is ook weer... Overal is wel een beetje gebouwd. We lopen een beetje dode sporen achterna volgens mij. Daar ook weer een Salty. Maar ik zie nog geen enemy. Ik hoor ook niks. Enemies. Are you here? Ja. Nice. Woe. Nice. Chill. We hebben weer een killtje erbij, jongens. En we hebben geen damage opgelopen. Dat vind ik fijn. Oeh, hun rifle. Nee, we gaan het gewoon deze manier doen. Dit gaat wel nice. We hebben impulse nades, dus we gaan gewoon lekker pushen steeds. Oh, ik kan het eigenlijk niet achter me laten, man. Bandage is dan maar weg. Maar dan hebben we geen heals meer. Dilemma's, jongens. Ik neem hem mee. Even snel. Oh, dit vind ik altijd zo eng, hè. Dat in... Goh, oké, dat ging gewoon goed. Prima. Nou, nice. We hebben weer een killtje gepakt. Ja, niet heel veel bouwmateriaal, wat ik wel eigenlijk nodig heb. Ja, dan hakken we gewoon wat boompjes ondertussen. Nou, 3 kills. Zijn wel weer wat mensen dood gegaan. Dat zien we wel weer. Nou, we gaan gewoon naar de C-zone. We zitten er ook al eigenlijk gewoon naast of nu al in. Laten we maar die berg gaan, want ik zie daar wel wat gebouwd. En dan, ja, het is zo'n grote C-zone op dit moment nog. Dus ja, het is te veel nog eigenlijk. Er zijn niet zoveel mensen nog meer over voor deze C-zone. Achter ons. Zag ik daar nog iemand? Nee. Oké, ik zag hier 1 iemand lopen. Even reloaden, Hunter. Is hij gevallen? Waarom zou je dat doen? Helemaal weer naar beneden. Dat doen heel veel mensen. Oh, ik zag hem niet meer. Doei. Los. Oké, dat was chill. Mooi. Ik doe dat altijd. Ik ga altijd vol concentreren op diegene die helemaal omhoog gaat bouwen. Zodat... Oh god. Dus... Oeh, dat ging net goed. Zodat ik eigenlijk bijna niet hoef te bouwen, maar gewoon vol focus op de enemy. En dan probeer ik hem gewoon te raken terwijl hij aan het bouwen is. Dat is gewoon fucking slim. Dat is echt de tactiek. Ik doe dat altijd gewoon. Ik weet niet, het gaat altijd gewoon prima. Het is me nooit echt tegengevallen. Ik heb ook 2 van die pads, dat is ook wel nice. Eigenlijk moeten we even een launchpad fixen. Dan kunnen we echt heel hoog gaan. Nou, laten we maar gewoon richting de CSO gaan. Het is niet heel ver, maar laten we wel er even naartoe gaan. We hebben daar in ieder geval geen stress meer van dat we niet meer in de CSO zitten. En dan kunnen we gewoon volle fights gaan zoeken. Oh, wat? Is er iemand dood gegaan? Die spectate mij. Lol. Nice. Hebben we weer wat mensen die kijken. 1 iemand trouwens. Ik vind het altijd wel een ding. Want soms heb ik wel dat mensen best wel lang naar me aan het spectaten zijn. Of ze zijn naar de wc aan het gaan. Of ze kennen mij. Of het is gewoon dat ik goed speel of zo. En dat ze mij interessant vinden om te kijken of zo. I don't know. Dus ik ga altijd gewoon mijn best doen als iemand mij spectate. Ik weet niet. Het is toch weer een dingetje. Iemand kijkt weer naar je. Hetzelfde als ik stream. Dan ben ik altijd wat meer nerveuzer eigenlijk. Dan als ik gewoon voor mezelf speel. Hoor ik iemand? Ik hoor altijd soms random geluiden. Geen idee waarom. Hier, daar is wel veel gebouwd. Oeh, daar zit ook iemand. Bijna. Oké, wat ga je doen, vriend? Even zo, nu zit hij chill. Zit hij... Wat is hij aan het doen? Oké, even die, toch die kant op.
Ja, hij gaat hij ons pushen? Hij heeft wel een RPG, man. Dat zit me niet echt lekker. Hij heeft ook volgens mij iets van een sniper of zo. Ik moet hem even zien te raken. Dat zou wel even mooi zijn. Ik heb wel zo'n pad. Dus als dit helemaal naar beneden klettert, dan kunnen we in ieder geval nog wel zo'n pad neergooien. Wordt daar nou ook gebouwd? Ja, oké. Er zit daar een en hier. En onder mij. Oh, jemig. Hij is flink de lul. Ik ga even... Kijk naar die guy onder mij dan. What the hell? Oh ja, daar loopt hij. Kerel. Hij keek gewoon totaal niet om, hè? Hij liep gewoon in zijn door. Waarom zou je dat doen? Oeh, daar zit er een en daar. Ik denk dat ik me gewoon mee ga bemoeien. Laten we gewoon met zo'n ding neergooien. Daar zit er een en daar dus. Laten we eerst even deze loot stelen. Ja, ik ben bang voor die guy met die RPG, man. Dat is, zit me niet helemaal chill. Hoppa, weer wat bouw. Dankjewel. Even zien. We hebben 5 impels. Oké, okay, prima. Even kijken. Ik moet even die RPG guy zien te killen. Dan, RPG is heel handig op dit moment. Alleen, waar zitten ze? Goed daar. Woe. Ja, vriend, ik heb je gezien. Hoe gaan we dit doen? Heel even dit, voor de zekerheid. Ik heb geen zin om naar beneden te vallen. Dat was lekker. Waarom bouw ik trouwens een steen? Die RPG guy. Geen idee waar die kerel zit. Geen mij. Hop. Oké, nice. 6 kills. Zie je, het gaat goed. Het is wel even concentreren geblazen. Er zit dus nog een... Daar heb je hem. Woe! Kan hij alleen maar met zijn RPG schieten ofzo? Wat een guy. Bro. Dankjewel. Hè? Oh my god, die kerel kan alleen maar met zijn fucking RPG schieten. Oeh, dit is leuk. Geef me ook maar even weer een blauw punt. Extra impulsnades. Oké, okay, let's get it, jongens. Oh fuck, ik ben al mijn hout kwijt. Dat is wel een ding. Let op, hè? We gaan dit doen. Hop. Gooi die hier neer. Hier en zo. Woehoe! Dat is de tactiek, jongens. Dan vlieg je knijten hoog omdat je op zo'n pad komt en daarna zo'n launchpad gebruikt. Ik zie daar een guy. Oké, nice. 7 kills. Dit is mooi. Dit is zeker chill. Daar zit ook iemand. Oeh, kut. Daar kan ook nog iemand zitten. Fuck. Ja, daar zit iemand. Reload dit ding even. Ik moet even... Ik heb niet zoveel... Oh, fuck. Ouwe. Wat kan onze dood worden, man? Dit. Even niet gesnuit worden in onze nek. Huh? Ja, dus. Oh, dat is leuk. Oh my god. Daar zit hij. Gesnijfd door die gast daar. Oh my god. Wat een fucking geluk hebben wij. Hebben we een kampvuurtje? Kut. Oké, we hebben geen kampvuur. Oh my god. Oh my actual fucking god. Oké, wij zitten nu in het midden. Dat is fucked. Daar zit een guy. Volgens mij helemaal daar. Ja, daar zit ook helemaal een gozer. Ik moet even mijn... Ik bouw weer van steen. Dat is niet zo handig. Oké, er zit volgens mij... Een guy in het huisje. Ik kan het... Wacht even. Even gluren. Ja, daar zie je. Easy. Damn. 8 kills, gast. Oh, daar zit ook iemand. Ik zag daar iets gebouwd worden.
Oh, nee. Maar die is zo fucking sterk, ouwe. Oh my god. Waarom worden al mijn kills soort van gesteeld, maar ook weer gesaved of zo? Daar zit de killstealer. Oh god. Oké, okay, nou moet ik uitkijken dat ik niet de lul ben die van de afstand wordt beschoten. Deze guy kan er wel wat van. Ik kan een RPG schieten, maar ik denk dat die hem gaan blokken op een of andere manier. Ik zit de hele tijd met mijn rug, ouwe, dat daar iemand komt of zo. Zit hij daar nou onder? Oh nee, kijk daar. Is voet? Oh. Wat ga je doen, bro? Hij houdt dat goed van. Hè? Ik zit echt te kijken naar deze guy. Wat de hel? Ik zit echt te trillen ook gewoon van. Yo. Ik heb niet zo heel veel rockets meer. What are you doing? Oh my god. Ja, oh my god, wat dom! Ik trill altijd fucking erg als ik zeg maar. Ik zat veel te erg te. Ja, in mijn gedachten dat een kerel nog in mijn rug zat. Heel ver weg, maar dat hij wel een sniper had en dat hij mij gewoon vol kon raken. Dus ik zat de hele tijd op te letten op mijn rug. En dan, ja, die zenuwen van dat ik deze guy. Hij was goed, ouwe. Deze gast bouwde heel erg goed. Oh, holy shit, ouwe. Het was zeg maar, ik shaked hem echt. Dus ik, ja, ik druk per altijd, ik heb dit heel vaak gehad, dat ik dan te erg trill en dat ik per ongeluk mijn RPG dan afschiet. Kijk, dit bedoel ik. Die guy wordt, die kan er dus ook aan. Dit zijn de laatste. Oké, wie gaat er winnen? Gaat deze guy winnen? Die guy, geen idee wat hij aan het doen is. Ja, dood. GG. Edgar, jongen. GG, gast. Verdomme, ouwe. Oh, oh, oh my god. Nou, hartstikke sick, man. Helaas hebben we natuurlijk niet gewonnen. Het spijt me zeer. Ja, het was wel echt een super ziek potje. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. We hebben natuurlijk met onze Nederlandse skin natuurlijk gespeeld. Ik vind het super dope. Je kan natuurlijk ook allemaal andere landen doen. Dus zo, die je hier allemaal ziet. Het is knijterveel. Het is allemaal een andere kleur. Dus dat is wel zeker sick. Dus ja, zoek je echt een skin waar je echt heel veel combinaties mee kan doen. Qua backpacks, pickaxes, weet ik veel. Omdat het allemaal andere kleuren zijn. Is dit wel echt een chille skin? Maar jongens, ik wil in ieder geval super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet zeker een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.